Ik ga eerst een koffie. En daarna gaan we koken. Ja. Ik weet niet of het... Ja. Koes. Ja. Dus dat is lekker. Tenminste, laat ik het hopen. Ik heb het nog nooit gegeten en nog nooit gemaakt. Nou, lieve vrienden, ook de couscous hek er doorheen. Dat zijn kleine bolletjes nou allemaal. De groente op zich was heerlijk, dat heb ik geproefd. Nou schep ik het op mijn bord en dan gaan mensen het smullen. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie bij aanbeland. Dat ik wens jullie een prachtige, mooie, zonovergoten middag met ja, wel wat wolkenvelden, maar de zon die schijnt en dat hebben we weer in de pocket. Het is vandaag dus zondag, zoals ik al dacht ik zei. Het is de 11e van de 9e 2022 en we leven op de tijd van 14 uur 58. Ja. En ja, we gaan gewoon weer door met die banaan. Ik lag vanochtend pas op bed. Ik heb Karen vannacht, ja, wat is het? Het was nog donker. Maar nog aan de telefoon gehad dat ze weer terugging naar huis. Dus ja, ze had even een andere route uitgekozen. Ze wil weten hoe dat heen. Nou ja, prima. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Ja, toch? Als je met thuis komt. Ja, en dan ook nog heel huids. Dus ja, dan ben ik blij omdat hij weer gezond thuis is gekomen. En heel huids, et cetera. En ja. Daarna, ja, ik sliep toen al dat zij thuis kwam. Dat wel. Maar ik heb haar dus wel even nog aan de telefoon gehad. En mijn telefoon eventjes, mijn mobiel schoongeveegd met alle berichten, eventjes nagelopen, et cetera. En ja, toen ben ik gaan liggen op bed en in slaap gevallen en ik werd vanochtend weer wakker. Nou, en ik had het, ik wist het wel hoor, want ik kreeg het vannacht al, hoofdpijn. En ik denk, nou dat zal erg worden, want ja, ik heb de hele week gelopen en dat vergt toch wel veel van een mens. En vooral als je het niet gewend bent. En ja, ik loop dus wel al met meisjes, maar dit doe ik er dan nog extra erbij, deze kilometertjes. En dat gaat altijd naar je zwakke plekken zitten, hè? Je vermoeidheid, dat gaat naar je rug en dat trekt door naar je hoofd. Ja, dat is bij mij mijn zwakke plekken. Trouwens mijn hele lichaam, want ik heb, al mijn gewrichten zijn versleten. Mijn nekwervels, mijn knieën, mijn enkels. Nou, dan vind ik het toch knap dat ik het gedoe, weet je. En dan ben je toch weer trots op jezelf, al die kilometers extra erbij. En ja, het zit erop voor de KWF. En in oktober krijgen we natuurlijk weer de Brandwondenstichting. En daar loop ik ook voor. Ja, want mijn lieftallige zoon, ik heb helaas geen contact meer met hem, omdat hij van mij dingen eist. Nou, hij had niks te eisen, weet je. Hij mag dan wel van 1980 zijn en dat hij dan al over de 40 is. Maar ho, ik ben nog altijd je moeder, jij hebt niks te eisen bij mij. Niet van mij. Ik ken eerder eisen van jou. Maar in ieder geval, dat er buiten gesloten. Maar ja, ik blijf van hem houden, ondanks alles. Ja, hij zit toch in mijn hart. Die is ooit verbrand geweest door hete thee. We zaten in de verhuizing van, in Friesland van de stad Leeuwarden naar de stad Sneek. Ik had een heleboel spullen, waren al in Sneek en we dronken zelf ook uit... Moet ik even reclame maken. Oei, ik word niet gesponsord hoor. Tupperware, daar had ik een heleboel spullen van. En ook van die tweelingbekertjes. En daar had ik ook een heel setje van. Dus ik bracht dat van hem, nee van mij en van mijn man, waar ik toen mee getrouwd was. Hart en Karin en Annie, hun vader. Vroeg ik, schat, wil jij even op die jongen letten? Ja toch, makkelijk. Want dan kan ik zijn thee even verder afmaken. Nou,
ja, is goed. Maar hij had de televisie aan en hij wordt afgeleid door de televisie. Dus let niet op die zoon van hem. Harald genaamd. En toen had die jongen dus een bekertje thee over me heen gehad. Van zijn onderlip tot aan zijn navel. En hij was 32 graden verbrand. En ik hoor hem in ene gil, dus ik snel ook naar de kamer toe. Is zijn vader al bezig hem te ontdoen van kleding op de verkeerde manier? Ik wist wel dat het uitgeknipt moest worden. Want hij had een hemdje aan, waar nylon in zit verwerkt. Hij had een kooltruitje, want het was winter, waar nylon in zat verwerkt. En hij had een pullovertje, zat nylon in verwerkt. Dat mag je niet uitdoen, nylon brandt in. Moet je openknippen, onder de douche. Lauwe douche, toen was het vroeger nog koud. Dus toen destijds koude douche. Kleem onder die douche uit, neem een schaar mee, voilà. Dat kind dat brulde moord en brand bij elkaar, logisch. Ja, en dan zou je het zien, doet je auto het niet. Moet je naar de buren, moet die kunnen proberen te rijden. En er lag me een lading sneeuw van hier tot yesterday. Nou, je kon me opdweilen, maar dat kind erbij. Oh, wat had ik met hem te doen? En wat dat dan gaat, heb ik nog met hem te doen, hoor. Ja, ik vind het vreselijk. Als ik eraan terugdenk, ik vind het zo erg. Ook voor hem, maar ook voor ons. Ja, het is een litteken, dat blijft zijn leven bij hem. Maar ja, dit is gelukkig niet meer te zien. Dat was niet zo erg. Maar ongeveer vanaf hier al kan je het wel zien. Nou ja. I am so sorry, ja. Ik moest zijn thee nog verder klaarmaken. Dan moest koud water in, want ze kregen van mij geen thee met melk erin. Maar gewoon koud water. Want anders in een vieze zeepsop. Nou, dat hoef ik ook niet. Maar in ieder geval, ja, één volwassen erbij moet toch genoeg wezen, denk ik. Ja, maar als die zeggen door de televisie af laat leiden. Ja, ik had er geen woorden voor, meer. En in ieder geval, het is nou eenmaal gebeurd en gedane zaken kan je niet terugkeren, helaas. Kan er niks aan doen, maar mijn zoon die zit ermee en ik hoop dat hij er geen last meer van heeft. Ik heb verder geen contact meer met hem, omdat hij dingen van mij eist en wilt. Nou ja, dat krijgt hij niet voor elkaar. Mijn nee, blijf maar nee. En het zal geen ja worden, zo simpel. En excuses aanbieden doe ik ook niet, want ik ben niet fout geweest. Hij mag eerst komen, maar ja, dat doet hij niet. Nee, ik moet eerst een vlog verwijderen. Maar als meneer niet tegen de waarheid kan, ja, dan kan ik niks aan doen. Maar ja, de waarheid mag verteld worden. De waarheid mag gezegd worden. Maar ja, men kan niet tegen de waarheid. Maar dan die vlog eraf halen? Noppenjendo, nee hoor. Ga maar net zo lang kijken totdat je wel met de waarheid, voor de waarheid durft op te komen. En dat je de bewijzen laat zien. Want ik heb geen bewijzen. Zolang ik geen bewijzen voor jou heb gezien, gaat hij er niet af. Punt. Ja. Kom maar op met een doktersverklaring of wat dan ook. Maar ja, in ieder geval, we gaan eventjes verder. Dat is zijn leven, hij kiest daarvoor. Net zoals mijn lieftallige oudste dochter, Arnie, die kiest er ook voor. Prima. Hey, ja. Even andere dingen, ik ga zo met meisjes dus lopen. En als ik terugkom, ga ik eerst een koffie. En daarna gaan we koken. Ja, ik weet niet of het, ja, couscous, ja. Yeah. Dus dat is lekker. Tenminste, laat het hopen, ik heb het nog nooit gegeten en nog nooit gemaakt. Dus ja, dat gaan we lekker, bereidingswijze staat er ook helemaal op. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Maar in ieder geval, ja, dat gaan we gewoon proberen. Ja, toch? Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van je dag met het prachtige mooie weer. Maar geniet ook zeker weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, ik ben dus alweer een geruime tijd thuis met de dames. Ik heb al met Mary, ik geloof voor de derde, vierde keer gesproken per telefoon. Ja.
Vandaag was er ook het een en het ander in Den Helder te doen. Maar daar kwam ik te laat achter. Karin die stuurde me wel door. Ja, dat was voor mij de moeite niet om daar nog naartoe te gaan. Ik denk, ja, eerder ik uit mijn bed ben, eerder ik aangekleed ben en opgemaakt ben, eerder ik mijn meisjes uit heb gelaten, dan is het zo wat afgelopen ook. Weet je, dan hoef ik ook niet meer. Ze waren aan het... Ja, we pakken mijn mobiel er even bij, daar staan de gegevens in. Ik weet het, ze had mijn hoofd niet meer. Het had met zwemmen te maken, maar niks met zwemmen voor spierziekte waar ik al een paar jaar heen ben geweest, omdat... start niet vanaf Texel, nee. Dat start vanaf Den Helder. Karin, sta je daar? Hup. Zwemtocht. Texel Den Helder is aan de start op Texel. En 12 uur de eerste bij Huisduinen op strand, factor 30. Dus ja, het was nog donker dat het begon. Ja, kijk. Dus wat dat er gaat, ik weet het niet. Ja, ik ben er niet heen geweest. En Mary die is wel even samen met haar vriend, tenminste met een vriend erheen geweest. Ja, het was wel druk, maar dan, ja, verder is niks. Nou, wat heb ik enig aan drukte? Je moet ook die activiteiten kunnen zien te filmen. Nou, en daar was ik gewoon weg te laat voor. Ja, dat hoeft dan niet meer. En dan ten tweede, had ik ook geen eten klaar kunnen gaan maken, wat ik nu wel ga doen. Dus ja, sorry Belori, dat activiteit hebben we gemist. Maar er zullen wel meerdere komen. Ik heb net het krantje weer gekeken. En ho... Oh. De Nieuwe Dieper heet dat krantje. Gisteren hebben we ook wat gemist, dat wist ik ook niet. Ja, had ik het krantje eerder moeten lezen. Het lag op tafel, ik denk, nou dat lees ik wel even. Maar niet aan toegekomen, toen kwam Karin. Ja, ook niet aan gedacht. En het was wel lekker rustig zo met Karin. Toch? Ja. Maar we hadden gisteren in een andere wijk. Wijkmanifestatie, de Schoten leeft. Ja, dan hebben we ook ieder jaar, wanneer het mag, hebben we dat in principe ieder jaar. En ja, even buurten, kijken in het leven van je buren, dat is op 24 september. Ja, dan hebben we hier ook weer zo'n een toestand. En ik probeer daar naartoe te gaan, uiteraard. En ik neem jullie wel mee, maar of ik überhaupt daar mag, kan vloggen, ik weet het niet, want er zitten die stuggen bij, hè. Ja, want ik deins daar niet voor terug. Ook die ene persoon die, waar ik eigenlijk uit de weg moet blijven. Die zal denk ik misschien ook wel komen, maar ik weet het niet zeker. Maar ik ga er sowieso heen, want ik zit in de buurtpreventie in Al, dus ja, hallo, ik moet. Ja, de vorige keer kwam er wat tussen iedere keer. Ik denk, nou ja, laat maar, want dat en dat gaat toch voor op dat. Ja, maar in ieder geval, het komt wel goed. Het is zaterdag 24 september. Wacht even hoor, ja, weet ik veel allemaal. Nee, Vluchtelingenwerk Nederland in... Ik weet het allemaal niet. Nee. Ik moet dit even goed doorlezen. Maar we hebben ook binnenkort... Burendag! Dat is dit geloof ik niet hoor. Binnenkort. Of het dan ook deze maand nog is of andere maand, dat weet ik niet. Nee, maar dat komt goed. We gaan nou in ieder geval beginnen met kokerellen. Aan de couscous. Ja, dus ik zet jullie neer en ik hoop niet dat ik dan tegenlicht heb. Ja, mijn kookplaat is daar. En nou krijg je een portret in tegenlicht. Ja, ik ben geen portret. Nee, zo. Nou, ik hoop dat het zo lukken wil en ik ga jullie buigen. Even kijken hoe dat ook alweer moet. Oh ja, ik weet het al. Ik moet eerst... Ik ben rechts, dames en heren.
kijken of dat zo wil. Ja, kijk, en dat kan ik zo moeilijk doen dan. Zo kan dat. Jullie hoeven mij er niet helemaal op te zien. Ik ga toch omhoog. Dat leg ik even daar neer. En dan ga ik eerst met mijn stoel omhoog. En die kraan die kan ook even zo. Ik heb al het een en het ander neergezet wat men sowieso nodig heeft. Zo, nou ja, je hebt een kookplaat of een gasstel of weet ik veel wat om op te koken. Ja, ieder huis heeft het weer anders, denk ik. Je hebt een pan nodig waar alles in kan. Dus een pan waar... Helaas ging er even mis. Ja, mijn vlogcamera die was batterijtje leeg. Ja, kan gebeuren. Dus we gaan met de mobiel verder. En dan zal ik jullie weer eens instellen hoe ik het moet hebben. En ja, dan moet ik op de computer weer alles omdraaien. Maar dat komt allemaal wel goed. We gaan gewoon vol goede moed er weer tegenaan. Ja. En ik was aan het vertellen. Ik heb tegenlicht. Nou, dat valt mee, denk ik. Ja. Ik heb nou ook een hogere statief. Nou, wat hadden we gezegd? We hebben een kookplaat. We hebben een pan waar alles in kan. We hebben een snijplank. We hebben twee mesjes. We hebben van dit spul. Ik heb het recept. En ik heb hier een doos met inhoud. Nou, die gaan we eventjes even openen. Oké. Blokken er helemaal bij, zeg maar dan maar. Zo. Daarin. En wat hebben we dan? We hebben een sipel, oftewel voor de Nederlanders een ui. Ik noem het altijd een sipel en ja, ze zeggen het is Drents, maar het is ook Fries. Ja, een sipel. Een courgette. Nee, niet waar, dat is die. Een courgette. Ja. Een aubergine. Die zijn ook lekker als je ze bakt voor brood. Ja. Een paprika. Een knoflook. Nog eentje. Dan moet ik verder kijken. Wat dit is, weet ik nog niet. Ik weet ook niet wat ik daarmee moet doen. Dat weet ik allemaal nog niet. Moet ik allemaal lezen. Ook zet ik jullie tussendoor uit, want anders krijg ik het op mijn zenuwen. Een zakje met, wat even hoor, tomatenpuree. Bijna zijn, dat heb ik niet hoor. Ja, daar hoor ergens in, geloof ik. Wat is dit? Oh ja, die rozijnen dingen. Weinig zijn heb ik niet. Ja, misschien daar wel in. Chilipeper. Komijn. Oh, dat zal er allemaal... Ja, misschien dat dat hier ook in zit. Ik ingrediënten, want het moet erin zitten. Courgette. Aubergine. Paprika. Ui. Rozijnen. Abrikozenmix. Zonnebloemolie, abrikozenstukjes, rijstmeel, conserveermiddel. Kruidenpasta, water, geconcentreerde tomatenpuree, knoflook, suiker, witte wijnazijn, specerijen. Piment, chilipeper, konijn, jeetje Maria, ik kan het amper uitspreken, kurkuma, korianderzaad, anijs, ik heb geen anijs, gember, ja gemberpoeder, kaneel heb ik ook wel, limoensap heb ik niet eens,
zout, heb ik ook wel, natuurlijke aroma, koolzaad, olie, munt, voedingszuur. Ze zeggen ingrediënten, nou ja, het zal wel ergens in zitten. Denk ik zo. Of zoiets dergelijks. Maar ja, ik ga even kijken naar die wijn zijn. Want ik heb ooit twee van die flesjes gekocht. Wat het is. Dan hebben ze het over witte. Dat is rode. Er valt een doekje af. Dan heb ik maar rode, ja. En dit is balsamico-azijn. Nou, maakt het wat uit? Wit of rood? Azijn is azijn, voilà. Ja. Nou, verder komt het straks wel aan kruiden. We gaan gewoon beginnen. Dat is mooi voor de afval. Kun je afval ingooien. Nou moet ik weten waar. Dat is de ingrediënten. Ja. Pel en snipper de ui en de knoflook. Spoel de groente schoon. Ja, natuurlijk moet dat, hè. Nou, ik ga eerst even nog een ander bakje pakken. Of kan dat gelijk daarin? Ja, waarom ook niet? Hup. Speeltuin. Oh, speeltuin. Ja, maar ze weten dat er hier gevlogd wordt, moeten ze hier maar niet langs lopen. Simpel zat. 1. 2. De kontjes zijn er eraf. En ik doe het natuurlijk heel anders dan mijn lieftallige dochter Karin het doet. Eerder doet het op zijn manier. Ja, je hoeft niet te huilen bij een sigaretje uit te doen. Is nergens voor nodig. Heb ik ook nooit gelast van. Je moet gewoon de ui van je afhouden. Dan gebeurt er niks. En meestal, ja, door je mond ademhalen. Dan maar met je mond open zitten. En dan hoef je ook niet te huilen. Want de damp komt niet in je ogen terecht. Zo simpel. Dus ja, lieve mensen, lieve vrienden. Uien schoonmaken. Van je afhouden. Zo. Even de kraan. Zo. En ik ga gelijk dat ding ook doen. Van zijn jasje af. Zijn kontje af. Hup. Daarbij in. Ook even schoonmaken. Zo. Ja toch. Dat ook van zijn kontje af. Ook schoonmaken. Ja, jouw andere kontje moet er ook nog even af. Zo. De paprika. Ja, dat moet even een ander mesje. Godje, dikke man. En laat ik dat er nou aan zitten, want ik zet hem er zo op neer en die doe ik ongeveer wel hetzelfde dan wat Karin doet. Knoflook moet ik even zijn jasje uitdoen. Doosje hier. Nou, blijft niet hangen. Had tegen die dingen zijn gelegen. Maakt niet uit. Zo. Voilà. Waarom leg je daar naartoe?
zit er weer wat aan. Nou. Dan ga ik dat snijden. Want ik heb geen knoflookpers. En ik snij dat op mijn eigen manier. Ik ben geen kok die dat allemaal heel snel kan. En ik wil ook niet in mijn vingers snijden. Nee. Die moeten nog langer mee dan vandaag alleen. Halleluja. Zo. Dat is de knoflook die is gesneden. Waarom leg je nou weer verkeerd? Dat is niet het recept. Daar. Pel en snippen de reken. Nou is de knoflook gedaan. Ik moet eerst even een ander bakje hebben. Waar ik het eerst in doe. Oh jeetje, ik heb het warm. Nee, dat is te klein. Oh jee, blijf staan, meid. Oh. Nee, ik moet even. Ah, ik doe het gewoon in de maat. Ja, dan moet ik zoveel dingen uithalen. Daar kent ook in hoor. Zo simpel. Huppetuppetuppetuppetupp. De schiphol, ook in kleine stukjes. Nou, ik snij hem altijd eerst door de helft. Hij is goed hard, die ui. Zo. Dan vlieg je even de plank af. Hier blijven. Ook weg de litermaten maar weer bij. Zo, die is ook gedaan. Dan ligt hij weer op ingrediënten. Wat is dat lastig? Ja, wacht eens even. Ik ben baas, toch? Niet jij. Voilà, ik zeg blijf zo. Nee, doet hij niet. Wat een kring. Pel en snippen de ui en de knoflook, spoel de groenten schoon, de hak al gedaan, snijd de courgette, aubergine en paprika in grove stukken. Mooi, gaan we ook doen. Vergeet 2 eetlepels. Ik heb geen, slaolie. Ja, ik heb gewoon een slaolie.
In een ruime hapjespan. Nou, als die niet ruim is, dan weet ik het niet meer. Die is ruim zat. Toch? Ja. In een ruime hapjespan op braadpan en bak de ui en de knoflook 2 minuten op matige temperatuur. Voeg de overige groenten toe, samen met de rozijnen en abrikozen. Schenk 200 ml water in de pan met een stoof afgedekt op een matige temperatuur in 12 minuten gaar. Doe de... Wat is dit natuurlijk, die couscous? In een ruime kom voeg 250 ml kokend water en eetlepel olijfolie toe. Nee, dat is azijn. Ik heb geen... ik heb geen olie. Waarom doen ze dat er dan ook niet bij, hè? Ja, ik heb zonnebloemolie, maar geen olijf. Doe dit direct af en laat 10 minuten staan. Voeg het zakje, komt goed. Dan ruimen we die gewoon weer op zometeen. Jullie weten vooral wel hoe je dat allemaal moet snijden, et cetera. Dus dat ga ik ook doen, dus ik sluit jullie weer even af. Ja, lieve vrienden, ik was druk bezig. Toen zag ik dat de camera weer afsloot, zag ik ineens een appje tevoorschijn komen van mijn zwager. Ik denk, dat vind ik even belangrijker dan de rest, weet je. Ik heb zo'n tijd niet meer gesproken. Ik denk, die moet ik even hebben. Had hij mij geprobeerd te bellen op mijn mobiel? Ja, maar het geluid staat uit, weet je. En als ik aan het vloggen ben, dan ben ik aan het vloggen en ik was bezig. En daardoor ben ik, ik heb alles nog wel gesneden, maar verder ben ik nog niet gekomen. Ik heb wel weer de volgende spullen klaargezet wat ik nog nodig heb. Ik heb olie nodig. Ik heb niet die olie die ze zeggen, maar wel zonnebloemolie. Ik heb de groenten gesneden. Ik heb nog weer een kom klaargezet voor de couscous. Ook daar moet olie bij en heet water bij. Dus en ik heb een bak koffie klaargemaakt voor mezelf. Want daar ben ik ook alweer aan toe. Maar wat ik niet wist en wat ook niet nergens op de kalender staat vermeld, dat mijn zwagertje gisteren jaar was. Oh, wat erg. Ben ik die arme jongen vergeten? Dat vind ik zo bizar. Hij denkt wel altijd aan mij en ik heb niet aan hem gedacht. Ik wist het ook echt niet. Nee, want er staat op geen ene enkele kalender, dus dat gaat vandaag een verandering in komen. Ik heb het al op een briefje geschreven, het ligt bij mijn bureau. En zodra ik alles klaar heb, dan haal ik de kalender uit de wc, dan schrijf ik het op. De kalender die in de gang staat en het komt in mijn mobiel. Zo simpel. Ja, kan ik het ook niet meer vergeten. .nl. Maar ik vind dat zo erg, dus nogmaals lieve Adrie. Ja, het is niet Adrie, maar Adrie. Op zijn Brabants. Dus lieve Adrie. Nogmaals sorry en nogmaals gefeliciteerd met je verjaardag. Je bent nu 62, dus je bent even wat jonger dan de ikke. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, ik ben 65, jij 62. Dus helemaal niet erg, maar ik vind het wel erg dat ik het vergeten was, want normaal weet ik het altijd. Maar normaal zie je het ook op Facebook verschijnen, maar op Facebook is het een donderjaar, want ik zie niks verschijnen. Ja, van een paar weken terug. Allemaal oud materiaal, weet je, wat al een paar dagen terug is geplaatst, dus komt vanavond naar boven. Zoals Tineke, mijn lieftallige moderatrice Tineke Meilwijk, is ook zo'n toppertje. Die zet iedere keer een vlog van mij al op de Facebook neer, in de groepen waar ze bij kan. Zij heeft dus nu ook weer eentje geplaatst, maar die zie ik vanavond niet, nee. Van 2-3 dagen terug, die zie ik. Ja, hallo, Facebook. Je bent achterlijk bezig. Ja. Kan er ook niks aan doen, maar ik ben niet eens die daarover klaagt. Er zijn er talloze, duizenden mensen meer die over Facebook klagen. Omdat ze zo momenteel lekker bezig zijn.
Maar ja, ze zijn niks anders dan bezig. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Het schijnt moeilijk te zijn om zo'n soort bedrijf draaiende te houden. Of zo, ik weet het niet. Nou, komt ervan als je robotten ergens achteraan zet. Nee, je moet geen robotten erachteraan zetten, maar mensen. Ja, dan kunnen de mensen verdienen. Nee, zet maar een robot, is gratis. Maar wel kost het ook jouw stroom, hè? Ja. Maar een mens, dat wil eten. Net zoals jouw robot stroom vraagt, willen wij eten. En dan moet je geld voor geven. Ja. Nou, ik zou er mensen erachter zetten. Dat is veel menselijker dan een robot. Maar oké, genoeg daarover. We gaan weer door. Ik zal het even laten zien wat ik allemaal zo heb. Ik heb dat gesneden, dat is de groente. De ui had ik eerst daarin gedaan, maar ik had een liter maat nodig. En ik heb nog een liter maat gepakt, omdat daar de couscous in moet. Dat is deze. Die kan ook afgesloten worden met zijn deksel. Dus ja, dat komt helemaal goed. Ik moet hem afsluiten. En ik ga nou eerst daarmee beginnen, om dat te bakken. Ik vind dat zo... Hebben jullie daar ook last van? Van die kleine, hele smiezige kleine vliegjes? Ik vind het vreselijk. Maar ja, ik weet niet waar ze vandaan komen. Ik weet het echt niet. Maar oké, lieve vrienden, ik ga verder en ik laat het natuurlijk straks wel weer eventjes zien hoe en wat. Ja, maar ik moet nou iets doen wat, ja... Met olie, ik ben niet zo gek om met olie te bakken, et cetera. Maar ja, ik doe het wel. Dus het komt allemaal goed, ik zou zeggen. Gewoon, we gaan door. Nou, dat heb ik tot zover klaar. Maar, nou wat er in die kan zit, moet er nog doorheen. En dat is die couscous geval. Ja, dat moet ik er nog doorheen donderen. Dus ik ben benieuwd, ja. Daar heb ik ook 250 milliliter water in moeten doen en een eetlepel olie. Ja, nou, ik heb slaolie er doorheen gedaan, want meer had ik niet. Nee. Dus het is momenteel al duur genoeg. Ja, die olie. Maar oké, we wachten het af. Dat ruikt in ieder geval voortreffelijk. Ik heb het nog niet geproefd. Ik ga het zo meteen eerst proeven voordat het andere er doorheen gaat. Maar ik hoop dat het gaat smaken. Zoals het ruikt? Ja, dat zal wat gaan smaken. Enkel die couscous, ja, ik weet het niet. Ik heb zoiets ook nog nooit gezien. Nee, we wachten het keurig even nog af. Ik zou zeggen, ik laat het jullie straks wel weer even zien. Nou, lieve vrienden, ook de couscous hek er doorheen. Dat zijn die kleine korreltjes nou allemaal. De groente op zich was heerlijk, dat heb ik geproefd. Nou schep ik het op mijn bord en dan ineens het smellen. Ja, dus ja, ik ben benieuwd. Hek in uit. De boel is gaar en klaar om te consumeren. Dus smakelijk eten, bon appétit. Ja, lieve vrienden, er is weer een tijd om te gaan. Ja. Het is alweer 17 minuten over 2 in de nacht, in de ochtend, dus maar net hoe je het noemen wilt. Hé, ja, en ik moet nog met de meisjes uit. Ja, dat gaan we zo meteen eerst doen. En als ik dan weer terugkom, dan gaan we naar Petje Veren, Lakenstraat, nummertje, Kussensloop. Maar hier, kom eens hier. 1, 2, hoppata. Zo, hè. Mioi, ben je lieve kind. Oeh, ik krijg een kusje. Och, ja. Ik krijg een kusje van Marijke. Ja. Oh, ze is zo lief. Heel lief. Ja, heel lief. Ben je lief, hè. Oeh, je allemaal kusjes, hè. Allemaal kusjes. Zeg maar dag allemaal. Dag, lieve vrienden. Tot morgen. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Want wij gaan eerst lopen en daarna gaan we lekker naar bedje toe. Ja. Wat is dat dan? Oeh, moet je even ruiken. Dat heet een camera. Ja. Dat heet een camera. Hm? Hopidopi. Dag. Dag. Dag.
met het maar. Wij gaan lekker lopen, dag allemaal. Wij gaan lekker naar buiten, dag allemaal. En als ze dan weer thuis komen, krijgen we wat lekkers, dag allemaal. En daarna gaan we naar bedje toe, dag allemaal.